Dank voorzitter. Um, en dit horen we natuurlijk vaker in dit debat dat je niet groen kan doen als je rood staat. Maar ik zou aan mevrouw van der Plas willen vragen of zij er ook mee eens is dat je nou juist groen moet doen als je rood staat. Omdat stel je nou toch voor dat je een goed geïsoleerd huis hebt, stel je nou toch voor dat je een warmtepomp hebt, dan ben je niet meer afhankelijk van gas en heb je ook die enorme hoge energierekening niet. Dus is mevrouw van der Plas er maar één. We moeten groen doen omdat we rood staan. Mevrouw van der Plas. Ja, ik denk dat helaas heel veel mensen in Nederland dat, dat al doen, die rood staan. Want die zetten de verwarming namelijk uit. En die douchen niet meer warm. En die doen een trui aan en een paar sokken. En die doen dus groen, maar niet uit eigen keuze. Maar omdat ze maatregelen gewoon niet kunnen betalen. De heer Thijssen. Nou, dat is natuurlijk geen groen doen. Dat is gewoon bittere armoede. En daar moet volgens mij heel veel aan gebeuren. Dat mensen gewoon bestaanszekerheid hebben. Zeker weten dat ze in een warm huis kunnen wonen. Dat ze niet hoeven te kiezen tussen stoken en koken. Um, dus mijn partij jaagt ook iedere dag weer dit kabinet aan dat ze moeten zorgen dat lage- en middeninkomens er gewoon meer geld bij krijgen, zodat ze rond kunnen komen. Um, dus het gaat voor mij niet over je moet armoede doen omdat je rood staat. Nee, het gaat mij erom dat je groen moet doen als je rood staat. Hoe fijn zou het zijn als mensen in een goed geïsoleerd huis met een warmtepomp wonen en die energierekening naar beneden kunnen trekken. Is daar mevrouw Van der Plas mee eens dat we om die reden het heel goed is als we veel groen gaan doen? Mevrouw Van der Plas. Ja, kijk, de heer Thijssen, voorzitter, leeft gewoon in een compleet andere wereld. He, dat is hartstikke leuk voor de grachtengordelgeleuter. Maar zo werkt dat in het echte leven niet. Als jij rekeningen niet kan betalen, dan kun je gewoon ook geen groene maatregelen doen. En als jij te weinig geld hebt om uit te geven, dan moet je elke dag kiezen of je je kinderen eten geeft, of dat je je kinderen op de sport laat, of dat je ze ervan afhaalt. Dat is het echte leven. Echte leven is echt niet, voorzitter. Dat mensen die rood staan, dat ze gaan nadenken hoe ze een warmtepomp kunnen betalen. Of ze ergens zonnepanelen kunnen gaan bestellen. Of ze hun uh, dubbele HR of driedubbel HR-glas gaan aanschaffen. Mensen hebben heel, heel andere zaken te maken. Maar zeker um, in de grachtengordel zal dit uh, waarschijnlijk een uh, goed plan zijn van de heer Thijssen. De heer Thijssen. Ja, ik vind het een beetje aanmatig wat mevrouw van der Plassie doet. U heeft het tegen de Partij van de Arbeid, die al 76 jaar knokt tegen armoede en voor gelijkheid en zodat iedereen rond kan komen. En daarom heb ik ook een isolatieoffensief gelanceerd samen met GroenLinks, een initiatiefnota waarbij we naar mensen toe gaan, dat is het voorstel, vooral de mensen die het hardste nodig hebben in de slechts geïsoleerde huizen, en hen helemaal gaan ontzorgen om te zorgen dat ze inderdaad in een goed geïsoleerd huis zitten, zodat die energierekening naar beneden kan. En de CO2-uitstoot gaat ook naar beneden. Dat is een fijne bijkomstigheid, maar het gaat er vooral voor dat die mensen warm de winter door kunnen komen. En ik zou hopen dat BBB daarvoor te porren is. Dat we daar samen kunnen optrekken om armoede in Nederland uit te krijgen.